Dit plaatje kregen we binnen afgelopen maandagochtend en dat zondagavond regionaal heel veel regenwater is gevallen. Dit was de A1 nabij Lutte, waar zo te zien een halve tot een meter water stond door extreme regenbuien die daar bleven hangen boven de regio. En daar is inmiddels al meer dan een maansom gevallen, regionaal zelfs meer dan twee keer de maandsom die we normaal in juli mogen verwachten: zo'n 150 tot 180 millimeter regenwater. Dan nou krijgen we inmiddels al heel veel de vraag: Is het weer deze zomer nou echt zo slecht door al die buien, door toch het relatief koele weer? Of valt het allemaal wel mee? We zijn even de data ingedoken en hebben ook even de data erbij gepakt van de afgelopen maanden. en ook de afgelopen jaren. om even te kunnen zien en in perspectief te zetten hoe het weer tot nu toe in deze zomer is. Daarvoor pak ik eerst even de luchtdrukafwijking erbij van de afgelopen maanden. En dan pak ik even als eerste april erbij. En daar zien we de blauwe kleuren en de rode kleuren. Die kun je misschien ook nog wel kennen van onze 30-daagse kaarten. Blauw is lagere luchtdruk dan gemiddeld, rood hogere luchtdruk. En daar zien we eigenlijk dat het patroon toen al aanwezig was. Wat we eigenlijk nu ook nog steeds hebben: lagere luchtdruk boven onze omgeving, hoge luchtdruk juist verder naar het zuiden en zuidoosten van Europa. Pak ik dan even mij erbij, dan zien we toch weinig verandering in onze omgeving. Nog steeds die lage luchtdruk, die zich toch heel erg goed voelt boven onze omgeving. Die bevindt zich continu daar, met daardoor ook wat lagere temperaturen en ook meer neerslag. Hetzelfde patroon zien we in juni, opnieuw lagere luchtdruk dan gemiddeld. Wel vaak hadden we te maken met buien situaties, dus ook echt nog wel regionale verschillen. Maar echt zo'n hoge drukgebied, wat we de afgelopen jaren echt wel regelmatig hebben gezien. Met stabiel droog weer, soms wel voor meerdere weken achtereen. Ja, dat heeft er tot nu toe nog niet ingezeten. Nou, dan gaan we nu wat verder induiken op de zomermaanden van dit jaar. Juni en juli tot nu toe. Dan pak ik eerst even juni erbij en dan valt gelijk één ding op. Dat de temperatuur inderdaad iets onder normaal uitkwam. Het was maar een fractie zo'n 0,4 graden kouder dan gemiddeld. En dat lag voornamelijk. Bij de maxima 0,6 graden kouder dan gemiddeld en de minima waren zo'n 0,3 graden kouder. We hadden natuurlijk te maken met lage druk, meer bewolking, in de nachten ook meer bewolking, daardoor minder uitstraling en daardoor konden die minima ook niet heel erg laag uitvallen. Pak ik even de zonuren en de neerslag erbij. Dan zien we dat die maand eigenlijk nog helemaal niet zo slecht was. Meer zon, zon dan gemiddeld, zo'n 227 uur. Dit wordt gemeten over vijf hoofdstations in Nederland. De neerslag meten we over 13 hoofdstations in Nederland. En daar zagen we ook minder neerslag dan gemiddeld. Zo'n 62 mm tegenover 67 mm totaal. We hadden, zoals ik net al zei, wel te maken met buien situaties vaak. Dus de lokale verschillen waren groot, maar over het algemeen was die juni maand toch zo slecht nog niet. Nou, dan naar de maand juli. Natuurlijk wel de maand waar de, in de meeste mensen ook op vakantie gaan. Dus ik kan me ook voorstellen dat je dan veel buiten bent en het weer ook meer beleeft. Tot nu toe verloopt deze maand toch echt wel aan de koele kant. Zo'n 0,7 graden, graden kouder dan gemiddeld. Normaal is dat zo'n 18,3 graden. De maxima die vallen echt wel flink lager uit. Zo'n anderhalve graad kouder dan gemiddeld. Kijken we naar de zonuren, zitten we op dit moment op 147 uur. Met de huidige prognose komen we uiteindelijk uit op zo'n 229 uur. En dan zitten we alsnog weer, ondanks dus dat wisselvallige weerbeeld, boven gemiddeld kwaad aantal zonuren. Maar de neerslag, ja, het wordt echt een hele natte maand. Dat zit er wel in. Op dit moment al 93 mm gemiddeld, terwijl we normaal in de hele maand juni, juli, moet ik zeggen, zo'n 79 millimeter binnenkrijgen. Waarschijnlijk komen we uiteindelijk zelfs uit op zo'n 115 mm, dus ik kan me ook wel voorstellen voor veel vakantiegangers in eigen land dat het een verregende zomer kan lijken als je alleen naar deze juli maand zou kijken. Nou, Ik benoemde net ook al even het perspectief, om, om in perspectief te zetten hoe slecht of goed deze zomer is en daarvoor heb ik even de afgelopen jaren erbij gepakt wat betreft de temperatuur, neerslag en het aantal zonuren. Qua temperatuur vanaf 2016 zien we dat we eigenlijk elk jaar bovengemiddeld scoren. Misschien voelt dat niet zo aan, en, maar het is wel wat de data ons nu laat zien. 2016 en 2017: 17,7 graden. Daarna kwamen de drie grote zomers, zoals we hier ook wel zeggen. 2018, 2019 en 2020: met temperaturen tussen de 18,3 en 18,9 graden gemiddeld. 2021, daar zagen we wel echt een dip weer naar die 17,7 graden. En toen was ook de hoogzomer aan de koele kant met flink wat neerslag. In dit jaar was dat, waren natuurlijk ook de overstromingen, onder andere in Limburg. Dus daar tijdens de zomervakantie was het weer toch wel wat aan de magere kant. Maar 2022 en 2023 deden gewoon weer goed mee met die grote zomers: met 18,6 en 18,4 graden. Maar goed, dan nog die andere onderdelen van de weerbeleving. Het aantal zonuren en de neerslag. Die heb ik er hier ook even bijgepakt. Dan zien we dat we qua zonuren eigenlijk bijna elk jaar boven gemiddeld scoren. Of in ieder geval rondom de normaal. Normaal hebben we zo'n 635 uren zon in de zomer. Daar zitten we in verschillende jaren rond. Maar op heel veel jaren zitten we daar ver boven. Met name 2022 schiet daar bovenuit met zo'n 834 uur. 2023 met 752 uur was ook aan de zonnige kant. En ook dit jaar lijken we toch echt wel weer een zonnige zomer te gaan krijgen. Nou, dan pak ik als laatste ook nog even het neerslagtekort erbij. Want die hebben we natuurlijk de afgelopen jaren heel vaak gezien. Met name natuurlijk om die droogte te monitoren. In 2018 is die vaak ook voorbijgekomen in het nieuws. Die zien we hier ook goed, die lijn met, uh, waarin een van de droogste jaren werd genoteerd. Alleen 1976 was nog wat droger. Maar kijken we even naar dit jaar, dan moeten we een stuk naar beneden, want we zien eigenlijk dat die lijn nauwelijks van de nullijn wil afkomen. Af en toe lukt het wel, dan hebben we een paar droge dagen, maar dan komt er weer een buiengebied opzetten en dan knalt hij weer naar beneden. Van een neerslagtekort is dit jaar dan ook absoluut geen sprake. Het is natuurlijk wel zo dat regionale verschillen nog steeds groot zijn. Kijken we alleen naar juli, dan is er onder andere in de Achterhoek en in Twente lokaal 180 mm regenwater gevallen. Terwijl in andere delen van het land nog geen 70 mm regenwater naar beneden is gekomen. Maar in het algemeen hebben we tot nu toe toch echt wel een te natte maand. En ook een iets te koele maand. En ook de komende tijd lijkt dat patroon niet echt te gaan veranderen. Het weerpatroon van lage druk boven onze omgeving zit echt vastgeroest. En ja, hoe komt dat nou? Ja, wetenschappers weten het nog niet zeker, maar waarschijnlijk heeft El Nino er wel iets mee te maken. Dat zorgt over het algemeen voor een natter weerbeeld in West-Europa. Normaal is dat alleen het voorjaar, maar het lijkt nu toch ook richting de zomer wat door te trekken. Echt een hoge drukgebied boven onze omgeving is dan ook nodig om dat zomerweer hier te krijgen. Dat zou nog kunnen gebeuren natuurlijk in augustus. Eens zal het weerpatroon is gaan veranderen, maar voorlopig is dat dus nog niet het geval. Een hele makkelijk, heel makkelijk antwoord op deze vraag is er dan dus ook niet. Het blijft natuurlijk ook heel erg subjectief. De ene persoon houdt van regen, de ander houdt van warm en zonnig zomerweer. Dus is het weer deze zomer echt zo slecht? Het valt nog redelijk mee als we kijken naar de maand juni. De maand juli verloopt inderdaad tot nu toe aan de te koele kant en wordt ook erg nat. Maar qua aantal zonuren valt het niet tegen omdat we vaak met buien situaties te maken hebben. Nou, hopelijk heb je op deze manier iets meer context bij deze zomer. Hou onze berichten natuurlijk uiteraard in de gaten over het toekomstige weer. Ook bijvoorbeeld in augustus. Misschien krijgen we dan wel met hogere temperaturen te maken. Maar daar vertellen we je uiteraard in de toekomstige video's meer over. Tot de volgende keer!